Je hebt het misschien wel eens gezien en vooral gehoord. Jongeren die met de microfoon heel dicht bij de mond speciale geluiden maken. Dat noemen ze beatboxen. Maar wat is dat nu eigenlijk? Wij zochten het vrijdagavond uit tijdens het Belgisch kampioenschap in de Gentse Vooruit. Beatboxen is meer dan zingen of fluiten, waar het zich beperkt tot enkel de melodie of de woorden. Beatboxen is eigenlijk alles, en de drums, en de baslijnen, en de melodieën, en de zang, alles erop en eraan. Het is indrukwekkend, ja, wat die mannen doen. De verschillende geluidjes, ja, dat is wel Vanavond zijn het niet alleen optredens, hier strijdt de Belgische top om de titel. We hebben alle beste beatboxers uit België eigenlijk die verzameld zijn en die hier gaan battelen, dus één tegen één, eigenlijk tonen welke talenten dat ze in huis hebben. De beatboxer die de andere overtroeft mag door naar de volgende ronde, totdat er maar twee overschieten in de finale. Ja, het is kwestie van luid zijn, hard zijn, show, dus ja, het is wel een beetje een andere overtroeven eigenlijk. Het is altijd heel belangrijk dat je toont dat je beter bent dan de andere beatboxer. Dus als hij bepaalde technieken doet, moet jij tonen dat je ze ook kan of zelfs nog beter kan. Dat maakte voor onze jury ook het verschil in de finale. Dit is Killen Mahoney, die enkele electrobeats showt. Beat 1. Primitive's skills of electro is higher than Killer Mahoney, so Killer is trying to go into his zone, but he got kicked out. Primitive heeft de titel van Belgisch kampioen in de wacht gesleept en mag door naar het wereldkampioenschap. Hij blijft er opvallend rustig onder en relativeert direct zijn verdiensten. Het is like a diploma. In the music industry, I think you don't get judged by your diploma, but by the music you do. So, if I didn't win the title, I wouldn't be mad. And I think all the beatboxers here who make good music shouldn't be mad about it, because it's not because you have a title that you succeed in music. I'm from Belgium, where the fuck you from? I'm from Belgium, where the fuck you from?